De coronapandemie treft ons allemaal. Wij zien dat sommigen van ons meer steun krijgen vanuit deze overheid dan de rest van ons. Wij zien parlementsleden die het parlementsgebouw ontvluchten wanneer zorgmedewerkers een loonsverhoging moeten krijgen. Wij horen van ZZP'ers hoe zij meer toetsen moeten ondergaan, meer formulieren moeten ondertekenen om juist een klein beetje bij te krijgen, juist nu hun opdrachten opdrogen. Wij horen van Curaçao, Sint Maarten en Aruba hoe zij meer autonomie moeten inleveren, juist nu de mensen met honger zijn op het eiland omdat toerisme stil ligt en stil is gevallen. Ik ben Quincy Gario, geboren op Curaçao, getogen op Sint Maarten en nu in Nederland. En ik, samen met Bijeen, samen met jullie dus, wil daar wat tegen doen. Wij moeten juist nu, juist in deze tijden, meer solidariteit tonen. Wij moeten juist actiever worden. We moeten juist binnen onze afdelingen wat gaan doen. Dus zorg ervoor dat je niet alleen deze video deelt met andere leden, maar ook met mensen buiten de partij. En word actief. We hebben je nodig.